Olly schrikt zich dood. Niet schreeuwen! Niet schreeuwen! Is niet leuk, hè? Ja, dat is niet leuk! Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag en het is super lekker weer buiten. Ik ben thuis, ik ga even werken en vanmiddag ga ik iets heel leuks doen en dat ga ik filmen. Ik ben net op de zee bij. Hoi, hallo, welkom in de vlog van Floor. Ik ben het. Ciao, ciao, Tana. Je favorite vlogger. En dat was super vet. Ik ga nu een foto uploaden van beeld, Insta en ja, we gaan nu gezellig op de drankjes doen. Ik ben gezellig in Florië met Fanny en Sus. En we zijn gezellig even drankjes aan het doen. Het is een hele feestelijke dag. Hele feestelijke dag. Heb je het laten zien op je vlog? Nee, zo dom. Ik heb alleen op Insta story. Ja, dan ga ik hem zo kijken. Langs. Ik ga nu de foto die ik net heb geüpload hier erin zetten. Kunnen jullie het zien? Maar in al iedereen bedankt. Ja. Vandaag maken. Was de inhuldiging of de inauguratie van het hoogste beeld dat ooit op het museumplein heeft gedaan van de brandweer. En die hebben feestelijk ingehuldigd met z'n allen. Ik ga nu ook wat veel aan denken om het te vieren. Want hoe gaat het? Kijk, mijn halve cocktail. Cheers, guys. Cheers. Bro, mooie beeld. Kom allemaal kijken en maak een foto met hashtag Joseph Tugowski. Goed zo, Suus, Raymond on brand. Yes. Suus is er echt mijn weer. Ik hoop van weer in geel goud. Ja, roze. Roze. Geel goud. Oké, let's go. Wifi's, wat gaan we doen? Hij heeft net vrienden met precies. Tot ook. Oh, lukt het of niet? Ja. Ja. Zit heel goed. Ga lekker gewoon hier midden zitten. Met één been zo lekker. Het is met 3 minuten. Dus wij zijn gezellig naar Van Dam gegaan. Maar ik heb echt veel zin om met jou, Olly, morgen te Netflixen. En met Suus erbij, met z'n drieën. Ga maar even eten, maar even tijd lekker. Ik ga maar hier bouwen. Ik ga maar hier bouwen. Ja, doe maar. 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 Goedemorgen, het is woensdagochtend. Ik dacht heel de tijd dat het gisteren woensdag was, maar het is niet zo. En ik ben thuis. Olivia die gaat normaal naar de crèche op woensdag, maar vandaag niet. Want we gaan naar een event voor de lancering van een nieuwe pop. En ik mag eindelijk Olivia een keer meenemen voor iets van werk. Dus daar heb ik super veel zin in. Dus ik ga haar even aankleden en dan vertel ik jullie zo meteen iets meer over wat ik ga doen. Oké, wij zitten dus in de auto met Olly. Hi. Olly is boos, want die wil meer make-up op. Tenminste, ze heeft nog geen make-up op, maar die wilde ook mijn make-up op. En we gaan nu naar de lancering van een nieuwe pop. En die pop heet Lovabella. Die wordt gelanceerd vanaf juli in Nederland. En dat is een mega advanced pop die zeg maar echt het gevoel geeft van een echte baby. Dat vinden natuurlijk die kiddies helemaal geweldig. Dit is zacht. Ja, je hebt zachte benen. Het is eigenlijk van 4 tot 8. Alleen ik denk eigenlijk dat Olly het al wel heel leuk vindt. Ze is natuurlijk 2,5 nu bijna. En ja, die pop die kan je dus allemaal dingen leren. En die kan je melkjes geven. Die kan je troosten. Slaapwiegen. En die gaat steeds meer woordjes leren. En van alles. Dus Olly ervan gaat vinden. Ik heb er nog nooit meegenomen iets voor werk, dus dit is echt mega nice. En daarna ga ik er ook meenemen naar kantoor. Ik vind het echt zo gezellig, want ik zou het eigenlijk wel elke dag willen. Maar aan de andere kant voel ik me ook weer schuldig, want ik weet ook dat het heel leuk te crashen heeft en hoop dat het nu ook wel een leuke dag wordt. Maar goed, we'll see. Kijk eens zo. Hart voor je ogen en dan? Ja, 2.
En wat jullie merken is dat Lavabella, die kan al best wel heel veel woordjes en dat soort dingen, maar toen we de net kregen, toen was ze alleen maar aan het brabbelen. En wat we ook heel erg gemerkt hebben, zowel de meiden als mijn jongens, die hebben ook met haar gespeeld. Want de pop kan je namelijk ook op papa zeggen. Ze zegt nu de hele tijd mama tegen Reven, maar deze kan je ook op papa zeggen. Dan zegt hij dada, dada. En die, onze kinderen die zijn vooral onwijs dol op het spelen met de pop en die willen er maar niet opzij leggen. Dus op een gegeven moment zeg ik, nou, even kijken of de pop wil gaan slapen. Maar deze pop wil inmiddels bijna niet slapen, want die is gewoon gewend om geëntertained te worden. Die wordt de hele dag gevoerd en vooral heel erg veel met het schaapje. Dus ze kan wel heel erg veel zeggen, hè. Een klein beetje zinnetjes. Olivia heeft nu de Lavabella gekregen. Ik ben zo benieuwd wat ze gaat doen. Ga je speentje geven, lieverd? Oh mijn god, ik ga kapot. Als ze moet huilen, kan je ook wel met haar knuffelen. Of je kan kietelen. Geef maar melkje. Als de mondje open is, kan je melkje geven. Doe maar melk. Nee, doe maar de melk erin. 1, 2. Snel erin doen. Zal ik even nieuw pakken? Waar moet ik deze doen? Goed zo, ja. Goed zo, Olivia. Goed zo. Nu kan ze lekker slapen, zie je? Goed zo. Ze valt in slaap. Ze valt in slaap. Daar zijn ze onder. Ik wist dat niet normaal hoe lief ze met de pop aan het spelen is. Misschien heeft ze honger, of niet? Zou ze honger hebben? Ja. Alles in de mond. Ik had laatst een heel bolletje opgegeten. Mijn mond is al tafel. Is jouw moe? Zij is ook een beetje aan het slapen, volgens mij. Nee, maar ik dacht... Oh. Wij gaan ook... Doe maar slaapliedje zingen. Wat haarloos, het zit ze al. Oh, ja. Ja. Ja, nou maar echt, hè. Je verdient het niet. Gordon, ja. Oh, wat lief. Mag het schaapje erbij? Echt super, echt lastig. En dan kan ze niet. Nee, is niet op. Papa, ik wil halen. Nee, maar de melk is nog niet op. Ik ben op kantoor aangekomen en Olivia gaat dus vandaag mee naar kantoor. En ik moet heel veel werk doen, dus hopelijk. Hopelijk gaat dat lukken. Nou, echt amazing. Ik wilde net gaan beginnen met werken en ik had Ollie's fles in mijn tas zitten. En het water is op mijn computer gevallen en nu is mijn hele scherm zit zeg maar allemaal water in. We zijn in kantoor. Olivia die helpt met unboxen. Dit is van Linda. Dit is een zomerpakket. Zullen we kijken wat erin zit? Ja. Oké. Okay. Allemaal leuke dingetjes. Oh, wat leuk. We hebben een lippenstiftje. Een lippie. We hebben nog een lippenstiftje. We hebben een nagellakje. We hebben een mascara. We hebben een paspoorthoesje. Ja. We hebben een ketting met palmbomen. Die ziet er ook leuk uit. We hebben een chocoladereep. Ja. Wil jij een stuk chocola? Ja? Dat mag op kantoor allemaal, hè? Ja, chocolaatjes. Ja? Wat hebben we hier? Is het een t-shirt? Nee. Een badpak. En er staat een badpak Dream On. Denk alleen dat dit badpak veel te groot is. Het ziet heel groot uit. Oké, en dan hebben we Linda en mij de zomerboek. Met een kaart. Lichtje erbij. Van jaren. Leuk. En dan hebben we hier het zomerboek. Leuk, die kun je op vakantie lezen. En dan hebben we hier een opblaas citroen. Dat is ook leuk. Open. Ja, maar die kan niet open. Is de chocola niet lekker? Vind je die lekker? Nee. De baby is wel lekker. En de baby? Nee, ook niet. MacBook moest 3 dagen weg van mij. En dat kan niet, want ik moet gewoon werken. Zo. Bought a new one. Ik ga hem er nu uithalen en I guess een backup maken. Oké, ik ben nu alles aan het overzetten. Kijk, deze waterschade. Door nog een uur. Dit is wel vet van de nieuwe MacBook. Als je dit hebt. Hey guys, begin van een nieuwe takeover. Ik zit ondertussen in een studio in LA met Sam Bruno. En Sam ziet de liedjes die jullie allemaal zo tof vinden de laatste tijd. En we schrijven
gestaag door onderweg naar een album. Hey guys, nou, een toffe sessie gehad gisteren. Uiteindelijk naar bed gegaan. Even ruzie gemaakt met Steven. Die wou geen pizza halen. En ik ben nu in de Shamrock. En de Shamrock is een van de tofste tatoeagezaken in LA. En ik ga stiekem een kleine tatoeage laten zien. Kom mee kijken. Ja, ik vind dat je een tatoeage... Ja, hoe lang heb je over tatoeage nagedacht dan? 2 jaar. Dan moet je op een gegeven moment moet je hem gewoon zetten. En self-made is gewoon echt tof. Het is gewoon ook gewoon een bevestiging voor de komende jaren, weet je wel. Van, oh ja, ik heb dit, ik moet het zelf doen, weet je wel. Ik ben thuis van kantoor en San en ik hebben Thais besteld. Dat doen we echt nooit, hè, San? Zo lekker. Dus dat gaan we nu eten. Maar ja, dat laatste gegeten. Dus ja, ik vind het eigenlijk best wel lekker. Ja. Dus toen dacht ik, oké, let's get it. En laten we eerlijk zijn, het kostte wel een beetje meer. Morning. I'm getting ready. Ik heb dit shirt aan van Fendi. Hoe leuk is dit shirt? Dit is op de achterkant. I love it. Misschien even een ketting of zo. I don't know. Ja, ik ga een ketting pakken. Wait, ik heb een nieuwe. Kan niet kennen. Ik ga even mijn haar krullen. Het is wel weer echt langer geworden, hè? Ik ga vrijdag naar de kapper. En kijk, mijn uiterlijk gaat ook hard. Dit is van anderhalve week volgens mij. Ik heb slecht geslapen, want Olivia wordt elke dag rond 6 wakker. Dus ik heb hele afspraken. Want, nee, ik ga zo vertellen wel. Het is een hele leuke mededeling. Dus dat? Ja. Ik ga even opschieten. Ik zie je zo. Ik ben gezellig met Jadi een koffietje aan het drinken bij de plantage. Zo mooi hier. En het weer is ook zo mooi vandaag, hè? Het is echt lekker. Het is niet normaal. Als je in de zon bent, is het super warm, maar in de schaduw kun je het is echt heerlijk, hè? Fris bijkomen. Ik ben aangekomen in de Bijenkorf. Ik heb vandaag 3 meetings gehad. En dat was allemaal heel erg leuk. De reden dat ik die meetings had, was met uitgeverijen, is omdat ik een boek aan het schrijven ben. Als het goed is, komt dat in november, december uit. Ik ga er nu nog niks over vertellen totdat ik meer zekerheden heb. Maar ja, het is wel heel erg exciting nieuws. Ik heb er echt mega veel zin in. Dus ik wil wel eventjes weten dat dat iets is wat jullie de komende maanden vaker voorbij gaan zien komen. Ik ben in ieder geval naar de Bijenkorf gegaan, want ik ga naar Parijs Couture Week vrijdag. En ik heb morgen een feestje van Vogue. En ik ga hier een fitting doen voor wat items. Dus ja, ik ga het denk ik wel even laten zien. De lounge is zo fijn hier. Het is dus echt super warm en kijk, dit is het plekje wat ik heb uitgekozen. Zo ziet het er hier uit. Lekker roze. Zo'n eigen lekkere chill ruimte in de Bijenkorf. Ik heb trouwens dit vandaag aan. Een wit rokje van H&M, heel casual en een shirt van Fendi. En dat staat op terug. Volgens mij heb ik dit shirt al laten zien. Dat heb ik vanochtend al laten zien, ja. Dus ik ga eventjes alles aanproberen. Hi Olivia. Ik ga slapen. Kijk, wil je mijn nieuwe trui zien? Ben je een leuke trui gekocht? Bij de Bijenkorf. En hij is een beetje kort. Van Fiorucci. Ik vond hem echt heel leuk. Dat is kort zijn. Is wel leuk, hè? Vind je hem niet mooi? Die is mooi. Mooi, hè? Zo my little spiritual gangsta. Moet ja. Ik dat eraf halen? Ja. Kan je gangster zeggen? Gangster. Gangster. Zeg eens gangster. 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 Oké, okay, top. Cool, hè? Dat is gedaan. Oké, ik ben thuis en ik ga nu varen met Sander. Ik heb hem even omgekleed. Kijk, dit is die trui die ik gekocht heb van Fiorucci. En ik heb ook een nieuwe zonnebril. Die ga ik even ook laten zien. Kijk, dit is mijn nieuwe zonnebril. Wat vinden jullie? Hij zit zo en dan zo van de zijkant. Van Dior is die.
Ik vind het heel nice. Hey guys, good morning. Het is vrijdagochtend en ik ben gezellig bij Romy. Bij Beauty by Rose, want we gaan nieuwe extensions erin zetten. And we don't know how the days turn to weeks and the nights turn to drinking about the past. And it all comes back. And drinks lead to texts, lead to calls that I regret when I wake up. En de extensions zitten er weer in, nieuwe extensions. En ik ben er heel blij mee. Het is nu stijl, maar ik ga het vanavond naar een feestje ga ik het krullen. Oké, guys, ik ben dus weer thuis. Oh, en ik heb, wat heb ik gedaan? Ja, naar de kapper geweest. Nog wat andere dingetjes. Maar waarom ik mijn vlog nu laat zien is omdat ik eindelijk deze binnen heb. Sample van de ketting waar ik zo lang op gewacht heb. En hij is eindelijk goed, dus ik heb hem nu besteld. En als ik het goed zeg, als ik het niet goed zeg, ga ik het hier corrigeren in beeld. Kan je hem vanaf 30 juli bestellen. Ik zal hieronder een link zetten dat je op de wachtlijst kan. Als je deze wilt. Ik vind hem zo vet. Ik heb deze ketting bedacht en getekend toen ik in Miami was dit jaar. Weten jullie dat nog? Ik vond het zo'n leuk idee. Alleen het duurt allemaal forever met die samples. Maar nu heb ik hem eindelijk en ik vind hem echt zo mega vet. Maar goed, het gaat altijd mega snel met al die sieraden. Dus schrijf je in voor de nieuwsbrief, dan krijg je een mailtje. En als hij dan online is, dus de 30ste, dan kunnen jullie hem bestellen. En de ketting die ik nu om ga doen is, als het goed is, per direct te koop. Deze dubbele chain. Ik vind het echt leuk om mezelf helemaal met goud te behangen. Dus, deze dubbele is vanaf nu te bestellen. Ik ga deze even eroverheen doen. Zo. Nou, helemaal nice. I love it. En we zijn dus sushi aan het eten op de bank met Sander en Olly. Alleen, Olly is naakt en zit onder het eten. Dus ik zal haar even niet filmen. En ik ga zo naar het Rijksmuseum, naar een feestje van Vogue. That's it. I don't have a lot to tell. Ik zie er raar uit. Er is iets anders aan mijn gezicht. Maar je bent onder de zonnebank geweest. Ik ben onder de zonnebank geweest, dat is waar. Believe me. Dat is waar. Het is heel slecht. Don't do it. Maar ik wilde even niet spray tan doen en ik wilde eventjes een klein beetje een kleurtje. Dus ik dacht, ik doe het gewoon. Oké, tot zover mijn spreekbeurt. Nee, tot zover de vlog. Ik ga de vlog afsluiten, want het is vrijdag en hij komt zondag. Vrijdag! Olly schrikt zich dood. Niet schreeuwen! Niet schreeuwen! Is niet leuk, hè? Ja, het is niet leuk! Jij vond het best wel grappig. Ja! Oké, nou, ik ga hem afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie woensdag weer.